Niet te laden. Hallo dames en heren, welkom bij de Gaming Dits. Ik ben Ruud en dit is Stefan. En weer spelen. Wat spelen weer Stefan? Nou, wij spelen niks, maar ik speel Pokémon Pearl. Ja, jij speelt Pokémon Diamond, man. Dat is echt wel een groot verschil. Moet even je plek weten, Sjaak Trekhaak. Wat nou je plek? Plek, ja. Ik zal jou eens even een mooi plekje aanwijzen. Ik zal jou eens in je konden. Het gaat ook nooit een keer goed met jou. Ja. Ruud, mijn klerenkast, dat is echt net een survival game. Die Clean heeft hem opgeruimd. Waarom? Ik wil wat zeggen, maar dat ga ik niet doen. Daar ben ik te lief voor. Ja, want als je nog een keer negatief doet over Nicoline, dan kap ik gewoon met jou. Oh ja, dan is het uit, hè? Nee, dan is het gewoon tussen ons klaar. Ja, dat bedoel ik. Dan is het uit. Dus, Hé, hey, Ruud. Ja. Ruud, hoeveel petjes heb je? Zullen we het daar niet over hebben? Ik ga de 5e of 6e gym nu in. Oh, ik zit in de 4e gym. Dan zit ik in de 6e gym, denk ik. Ja, want jij had er al 5. Dan heb ik er nu 6. Hoezo? Bijna 6, ik wou net zeggen. Bijna 6. Maar op een of andere manier denkt iedereen dat dit een let's race is. Is het ook min of meer? Niet. Het gaat wel omdat ik sneller ben. Ja, vind je het gek met al die ton aan ervaring? Hoezo die ton aan ervaring? Ik heb het spel maar 1 keer helemaal doorgespeeld. Nou, dat bedoel ik. Dan heb je het al vaker gedaan dan ik. Ja, nou. Als jij gewoon een beetje kan onthouden waar je bent geweest en waar je ongeveer kan gokken waar je heen moet. Kut, dus het gaat niet werken. Maar dat kan ik toch niet als ik er nooit ben geweest? Beter je best doen, Ruud. Wat nou beter je best doen? Ik wil een andere Pokémon inzetten. Ik heb een Pokémon weer een beetje getraind. Ja. Als het gewoon kan. Waarom? Loop je alweer zo ver voor? Nee, ze zijn 35 of 33, 35 en 36. Die van mij, ik heb nog maar net 1 op 30. Oké, maar ja, weet je, ik had het gewoon nodig en ik had toch niks doen. Dacht ik van, nou, dan doe ik dat maar even. Heb je dat vandaag gedaan? Nee, van de week al. Nee, vandaag heb ik DMC Devil May Cry gedaan. Oh ja, die had je gekocht, hè? Oh, vette game. Hij is echt heel vet, Ruud. Ja? Zeker een aanrader. Nice. Ik ga hem ook reviewen voor NL Game Reviews. Nou, niet echt reviewen, maar meer een... Hippe popie, jongen. Een missie spelen en dan even vertellen wat ik ervan vind. Oh, want dat, jij kan altijd zo goed vertellen met je stotterstem. Oh, je bek, jongen, anus. En als het echt heel vet is... Daar ga ik een serie van doen op de Gaming Dutchman. Wie zijn dat? De Gaming Dutchman? Ja? Ja, ze kunnen beter de Gaming Gayboys noemen, maar... Waarom? Dat schijnt een stel noobs te zijn die met z'n tweeën zijn... En elkaar denk... voor de grap in de kont neuken. Sukkels! Doei, dikke doei! Bob. Daar kun je niks op anders op verzinnen. Nee! Doen! Dikke doei. Dat is geen woord veranderen, dat is gewoon een klemtoon veranderen. Ja, maar je vond het wel leuk. Ja, dat is waar. Dus dan telt het. Eigenlijk niet, maar ik ben in een goede bui vandaag. Een Gyarados! Dit is het antwoordapparaat van Nicoline en Stefan. Spreek hem richting naar de piep. Piep. Nee, spreek hem bericht in. Nee, zo ja, werkt dat niet. Jawel. Nee. Nee. Ja. Nee. Als ik ja zeg. Verzin maar een keer wat origineels. Verzin jij maar een keer wat origineels. Jij belt mij nooit. Ik hoef jou ook niet te bellen. Ik heb je aan de telefoon. Daar gaat het niet om. Bitch. Je bent echt... Volgens mij zit in die pillen die ik laatst van je kocht, zitten vrouwelijke hormonen. Ik denk het ook, ja. Nou, nog maar 1 level, dan evolueert Ace. Echt? Ja. Shit, welk level evolueert hij? 36. Ik
Ben je al zo ver? Ik moet gaan die hap gaan trainen hier, joh. Goh. Maar stel, we gaan Ruby Sapphire racen. Hoezo racen? Ik doe niet aan racen, want jij wint alle races. Echt niet. Ik heb Ruby Sapphire ook bijna nooit gespeeld. Ja, nou, ik doe niet aan racen, want dat trek ik niet, hoor. Oké, zet even in de comments of jullie vinden dat Ruud met mij moet gaan racen. Ja. Ruby en Sapphire. En wat denk je dan zelf dat iedereen gaat zeggen? Laten we de fans een keer wat kiezen, Ruud. Doe je het zo arrogant? Dus vinden jullie dat wij moeten gaan racen? Zet even in de comments. Nou, het is niet eerlijk. Bob. Nou, het leven is kut. Bob. Bob. Nee, dat telt helemaal niet meer. Bob. Waarom niet? Nee, Bob. Waarom? Ruud, nee, je moet die ene zin veranderen. Nee. Dat is echt een lul, jij. Ik verander het de hele tijd. Nee, ja, maar je moet het niet... Je moet niet de hele zin veranderen. Anuslikker. Nee, dat doe ik niet aan. Het wel. Spijt me zeer. Zo, ik zag laatst een pornofilmpje, dus ik nam de president in de hand, weet je wel. Ging een beetje trekken en zo. Was het gay porn? Shit, had ik per ongeluk gay porn aangeklikt. Waarom vertel je dit? Dit is echt niet leuk. Nee, weet ik het. Gewoon een grapje, het is ook niet waar. Nee, tuurlijk niet. Nee, echt. Ik betrapte je. Nee, het is echt niet waar. Wel, ik zag dat je deed. Nee. Wie was de president dan? Waarom pakte je zijn hand vast? Laat me zitten, Ruud. Hoe heet de president? Anus. Je had beter wat anders kunnen zeggen. Oh, Stefan. Ik mag jou gewoon niet meer. Bob. Ik mag jou absoluut niet. Dat is hetzelfde, Bob. Ja, daar gaat het om, dat het wel hetzelfde ongeveer is, maar dat je nee, je zin een beetje verandert. Bob. Ik mag jou op zich niet meer. Bob. Ik mag jou iets minder dan gisteren. Bob. Ik mag jou net zoveel als dat ik van open gebarste puisten hou. Oké, die kun ik goed. Stefan, heb je hem al verslagen? Nee, ik ben een beetje rustig aan het doen. Hoezo? Ik heb zin om op te schieten, YOLO. Oh ja, dat is echt wel YOLO, ja. Stefan? Ja? Mag ik Henk Nicolien noemen? Nee. Waarom niet? Dat vind ik niet leuk, en dat wil Nicolien ook niet. Boeien wat zij wil, zij heeft geen mening. Laatst wilde Evelien iets ook niet. En toen zei je van, oké, lieve, doe ik het niet. Nee, ik zei, ga je gang, joh. Nee, dat was met, hoe heet het, met die RPG Maker. My best, joh. Mochten we Evelien niet noemen, en toen was ze van, nou, verzin maar een andere naam. Oké, verzin maar een andere naam. Dat heb ik al lang gedaan. Echt? Voor Evelien. Mm-hmm. Ja, al lang. Vet goed van jou. Sowieso heet Evelien, heet nu Evelien. Evelien. Maar die zit in mijn box dood te gaan. Origineel. Oceanus. Nee, dat telt niet. Mooi, de aflevering is afgelopen. Niet. Oh. Bob. Wie is Bob? Je anus. Die had je niet verwacht, hè? Stefan? Ja, schat? Geef toe dat je die niet had verwacht. Oh, je bent zo onvoorspelbaar. Nee, oh, geef toe, jongen. Ah, nee. Oh, Ruud, geef toe. Zo... Ah, oh, dat was... Ik zat er op te broeden. Dat is een goede grap, jongen. Ruud, je bent zo... absoluut niet verwacht, man. Dank voor deze levensverrijking. Oh, dat was echt... Wat voor lach was dat? Echt. Hoe dat was jouw lach? Oh, nee. Zo lacht ik Ja, ook zo. Als Caroline had... Hoi, ik ben Caroline.
Ik ben vergeten te scheren, dus ik heb een snor nu, maar... Ik heb een snor in mijn keel. En dan komt Nienke van... Hoi iedereen! Oh, wij zijn epilepsie. Ja, en dan komt Ruud van... ik ben grappig! Helemaal niet! Jawel, jij doet altijd te veel je best om grappen te maken. Helemaal niet! Jawel, toen ook met die grap over Nienke en Finn, dat ging gewoon helemaal nergens over. Hoezo? Dat was... Dat doe je te veel je best. Niet. Hou je bek aan, dus. Het is niet lief wat jij zegt. Oh, koetje, koetje, koe, ik vind je zo zielig. Je bent zo... Je bent zo zielig, Ruud. Mooi, bedankt. Hey, Poppy. Ja? Oh, niet huilen. Wat nou huilen? Niet huilen. Waarom niet? Ruud, niet huilen, man. Waarom niet? Hé, het komt wel goed! Wat? Er zijn ergere dingen in de wereld. Dan moet je vragen wat dan? Dan zeg jij aids. Nou, doe even normaal! Ik had wel gelijk. Ja. Ik weet de uitgang niet meer, of de ingang. Ik kan de gymleider niet meer vinden. Nou ja, je weet dat zeggen, hè? Mijn anus is wel in een uitgang. Dat zeg ik nooit. Nee, dat zeg ik wel. Ik sta overal voor open. Anale seks. Met dode dieren. Oh, Ruud, op een dag zou ik met je trouwen. Ja, was het maar zo'n feest, hè? En met op een dag bedoel ik nooit. En met trouwen bedoel ik vermoorden. Dus er zit een kansje in dat je in me echt gaat, echt met me wil trouwen. En op een dag bedoel ik op een dag. Mm-hmm. Ooit. Ooit. En met trouwen bedoel ik alsnog vermoorden. Gay! Nee, Ace gaat evalueren zo. Echt? Dat mag niet. Dan moet je net niet. Goed zo. Nou, als Ace ook gelijk even close combat leert, dan is hij mijn boy. Nice, nice. Dat zou wel een feestje zijn. Star Raptor! Oh, nou ben ik nog verliefder op Ace dan dat ik al was. Echt? Star Raptor trouwt met mij. Oh, Ruud, het kan zijn, zie ik nu dat hij last heeft van een zwarte balk. Waarom? Omdat ik hem nu... Yes, close combat, super nice. Omdat ik hem niet goed heb ingesteld. Sorry man, no homo. Alweer niet? Dat zie ik nu toch pas. Wat? Hoezo dat zie je nu pas? Dat zie je als je het instelt. Nee jongen, dat zie ik nu pas. Fuck jou. Leugenaar. Het is echt fucking makkelijk om dat goed te maken. Leugenaar. Je maakt een kadertje. Nee, je pakt gewoon een product een kadertje en die zet je eromheen. Niet zo janken, ja. Leugenaar. Hou je pek. Stefan? Nee. Ik breid een einde aan deze aflevering. Oh, ja, echt waar? Ja, echt waar. Want mensen, bedankt voor het kijken. Ik negeer Stefan gewoon. En doei. Doeg.